dit er al Overijssel betekent. Emiel Roemer, sinds 1 december kerstvers gouverneur. En u bent de tweede van niet-CDA-huizen. Want u heeft natuurlijk een interimmer voor u gehad, de heer Remkes. We hebben het net ook al gehoord, die gaat nu in Groningen aan de slag. Hoe bevalt het sinds 1 december? Nou, aardig dat u dat vraagt. Ja. Het bevalt me uitstekend. Het is een eervolle, maar hele mooie uitdagende functie. Dus er is genoeg te doen. En voelt u dat ook zo? Is er veel over geschreven, over het CDA-bolwerk. Is dat dan lastig dat we dan nu een SP'er daar de gouverneur door de gebouwen zien rondlopen? Is dat ingewikkeld voor die mensen? Ik heb er niks van gemerkt. Nee? Nee, ik maak je geen zorgen. Het gaat er meer natuurlijk om van hoe ga je samen werken aan wat er allemaal ongelooflijk hard nodig is. Het is een hele nieuwe periode, niet alleen voor mij, maar gelijktijdig komt er een heel nieuw kabinet. Zoals u dat net ook al aangekondigd heeft. En het eerste wat je natuurlijk als eigen regio gaat kijken, is zie je een heleboel van die kapstokhaakjes waar je denkt van nou, daar kunnen wij als provincie wel wat mee. Kom maar door, wat zijn de belangrijkste voor u uit het regeerakkoord? Nou, er zijn natuurlijk, zeker als je een regio bekijkt, ook als een provincie Limburg, nou laat ik er eentje maar die iedereen herkent. We hebben natuurlijk gekeken van wat gaat er gebeuren met middelen om de wateroverlast aan te gaan pakken. We hebben natuurlijk de afgelopen zomer als provincie natuurlijk het echt vol voor de kiezer gekregen. Waar, ik hoef maar te verwijzen naar Meersen, naar Valkenburg, maar verder de hele Maasstroom langs, wat het voor ongelofelijke ellende heeft opgeleverd. Niet alleen in Nederland, maar ook in België en Duitsland. Dus daar moet heel veel gebeuren. En gelukkig hebben we gezien dat het kabinet dat ook erkent. En ook daar een grote zak met geld klaar heeft staan. Maar dan moet er natuurlijk wel een heleboel gebeuren. En zullen we deze even erbij pakken? Want we hebben hier een geluidsfragment bij. Dat is iemand die een bed and breakfast heeft in Heerlen. Daar bent u ook nog interim burgemeester geweest. U kent dit gebied goed. Zeker. Wij gaan even luisteren naar een van de getroffenen dus door de Limburgse watersnoodramp. Je eet 's morgens ontbijt. En je smiddags je lunch en 's avonds je warm eten, ga je naar bed en dan ga je de volgende dag weer verder. Ja, ik had dat een half jaar geleden niet bedacht hoor, dit. Nee. Fysiek is alles in orde nog. Ja. 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 Maar bovendien gaat het iets mis. Want je kan het niet allemaal bevatten wat er allemaal gebeurd is bij je. He, dus je leeft in een onwerkelijke wereld. Tenminste wij. Zeg dat het 2 jaar duurt. Dat het opgeknapt is. We zijn 77 en 78. 2 jaar erbij. 2 jaar alleen maar lopen puinruimen. Wat schiet het op? Ja, hier is natuurlijk, wat ik niet vergelijk met Groningen meteen, maar ook hier weer. Hè. Het kabinet was meteen ook ter plaatse. Er waren warme woorden. We laten jullie niet in de kou staan. We gaan jullie helpen. Verzekeraars werden zelfs aangespoord om maar vooral toch uit te gaan betalen. En ook hier zie je weer toch een soort bestuurlijk onvermogen in de afwikkeling. Nou, niet helemaal. Dat moet ik wel nuanceren. Kijk, het zijn natuurlijk 2 verhalen. 1, er moet voor de langere termijn moeten er echt maatregelen genomen worden om dat water in goede banen te leiden. Dat het niet nog een keer dwars door de dorpen heen kan gaan lopen. Nou, dat kun je zeker niet alleen. Dat zul je echt met het Rijk, maar ook met de buurlanden moeten doen. Nog zeg ik zelf, want bij die buurlanden zit volgens mij het grootste deel van het probleem waar jullie last van hadden. Dat is gezamenlijk. Ik bedoel, je kunt heel gemakkelijk op papier iets afspreken, maar de praktijk, als het water in 1 keer blijft hangen en daar, zoals dat nu afgelopen zomer is gedaan, op 1 plek zoveel regen naar beneden komt. Ja, als het water niet weg kan, dan gaat het heen waar je het niet wil. Nou, dat is nu gebeurd, dus daar moet een oplossing voor komen. Ik moet zeggen, we hebben zeer intensief met het Rijk over de schadeafhandeling gesproken. En het Rijk was zeer welwillend en zeer meewerkend. Er zijn hele goede afspraken gemaakt. Daar hebben ze ook echt het achterste van de tong laten zien. Bij de verzekeraars, daar zit een veel groter probleem. Ja. Die hebben blijkbaar altijd wel een reden waarom ze iets niet moeten gaan doen. Maar we zijn er natuurlijk nog lang niet. In de afwikkeling moet er wel degelijk doorgewerkt worden. Maar dat er geen goede afspraken zijn gegaan of dat het alleen maar tegen is, dat is absoluut niet waar. Gelukkig maar, durf ik wel te zeggen. Maar als het je overkomt, dan duurt elke dag die je moet wachten, is er natuurlijk 1 te veel. En zeker rondom verzekeraars duurt het vaak heel erg lang. En dan komt er ook heel veel bij. Laat ik een voorbeeld noemen. Ondernemers in Valkenburg is vaak over gesproken, maar ook andere plaatsen daar in de buurt. Die hebben eerst door corona de boel helemaal dicht gehad. Toen Nederland open mocht, kregen ze daar de wateroverlast. Moesten ze alweer dicht, maar dan door de wateroverlast. En toen ze bijna open mochten, toen ging het weer dicht, want er kwam er een nieuwe coronagolf aan. Dus de klappen voor een heleboel ondernemers daar in Zuid-Limburg is wel immens groot geweest. En het zal je maar gebeuren. Nou, het echtpaar wat u hier gehoord heeft,
Ja, die daar is de schade zo immens groot. Heeft u in die zin ook een beetje misschien wel begrip voor de bestuurlijke burgerlijke ongehoorzaamheid die ook in uw provincie zichtbaar was? Als het gaat het is niet aan mij om daar een uitspraak over te doen. Maar ik snap wel dat de problemen bij heel veel ondernemers immens groot is. En natuurlijk heb ik ook daar zelf met het kabinet nog contact over gehad. Er moet wel iets komen waar die mensen, waar het straks over hoop. En niet alleen hoop, maar waar de mensen ook perspectief inzien. Ze hebben enorme schade. En sommigen zelfs keer op keer, doordat er ook de wateroverlast bij komt. Die hebben wel op enig moment perspectief nodig. Want het is op een gegeven moment wel klaar. Het is wel op. Maar u heeft dus het kabinet gecontact om eigenlijk te zeggen, de rek is eruit. De rek is eruit. En het maakt het ook voor burgemeesters dan knap lastig. Om die aan de ene kant wil je natuurlijk loyaal zijn naar je bevolking. En aan de andere kant ben je ook wel de hoeder van de wetgever. Dus je zult ook gewoon moeten handhaven waar het moet. Het houdt gewoon op als je niet meer kunt rekenen op politie, burgemeesters en noem maar op. Dus dat is wel een hele vervelende spagaat waar burgemeesters in komen. En dat zie je door het hele land heen, dat ze daarmee worstelen. En daar kan alleen maar het kabinet op reageren door perspectief te geven. Ik kom zo bij u terug met alle nog andere belangrijke zaken.